Aan al het moois komt ook een eind. Zo ook aan de korfbalcarrière van ons clubicoon Stefan Hoogvorst. We hebben gekeken naar een supermooie wedstrijd waar hij helaas afscheid heeft moeten nemen. En die mag u nu helemaal gaan zien in aflevering 61 van de nieuwe Avanti TV. Iedere club heeft zijn eigen icoon. En ook Avanti Postmakelaarij uit Pijnaker heeft er zo een. Stefan Hoogvorst neemt op 17 juni 2023 afscheid van zijn publiek. De man die alle records binnen de club brak. En kijk eens, wat een eerbetoon hij heeft gekregen. Van zijn maten, een spandoek van 40 meter. Ja, dat doe je niet voor iedereen. Maar wel voor iemand die 312 wedstrijden in het eerste heeft gespeeld. Een waar clubman in het veld, een waar clubman buiten het veld. Een inspiratiebron voor velen. En ja, dan verdien je dus inderdaad dit. En als dat niks met je doet, ja, dan ben je toch wel een beetje van steen. Dus ook voor Steef zal er wel een traantje gaan vallen vandaag. Nog één keer die weg langs de supporters richting de bestuurskamer. Te gaan bespreken voor zijn laatste wedstrijd. En zo ziet het er dan allemaal uit. Nog een keer het tapeje om de arm. Die dient als aanvoerdersband. En dan kan het zo meteen echt gaan beginnen. Onderlinge respect en de waardering voor de tegenstanders. Wat Henk in de kleedkamer al zei. We hebben echt een heel mooi seizoen gedraaid. We hebben promotie behaald in de zaal. We hebben nu promotie behaald op het veld. Nou, we mogen super trots zijn. Ja, en we geven hun niet zomaar die overwinning. We laten zien wat we waard zijn. En we geven mij een mooie laatste wedstrijd. Ja, kom maar! Ja, kom maar! Het is tijd voor de Hoogie Show. Het is tijd voor de Hoogie Show. Ja, en tijd voor de Hoogie Show, dat is het. Want de laatste wedstrijd van Stefan Hoogvorst is van start te gaan. En hoe kan je dat beter doen? Dan jawel, gelijk de eerste goal maken. Draaiend op het linkerbeen aan de achterkant. Daar heeft hij ze het liefst. Daar heeft hij er zo ongelooflijk veel van gemaakt. En ook vandaag. In zijn laatste wedstrijd laat hij dat gewoon weer zien. Direct daarna de 1-1 van Dos. Voor Dos in deze wedstrijd nog wat meer belangen dan dat Avanti die heeft. Dos moet winnen om de na-competitie te ontlopen. De volgende aanval van Avanti. Het andere aanvalsvak. Is het Tim van Dorp die de 2-1 voor Avanti aantekent. Mooi afstandsschot. En Avanti dat de leiding neemt in deze wedstrijd. Aardige poging daar van Matthijs de Roy. Maar de bal kan weer snel naar het andere vak worden verplaatst. Eventjes combineren en daar is het Nicky van Tricht met de 3-1 in het voordeel van Avanti. En zo is het een lekker begin. Want over een lekker begin gesproken. Kijk eens aan zeg, hé. Wat een heerlijk doelpunt. Een lekker one-handetje van Stefan Hoogvorst. Waarmee hij de 4-1 in de beginfase van Avanti aantekent. En zo kunnen we inderdaad spreken van een goede start. Vervolgens breekt er een periode van droogte aan. Maar ja, deze kennen we inmiddels. Mooie bal daar. Net niet raakt van Stefan Hoogvorst. En ja, die doelpunt, de droogte, die wordt hier eigenlijk na een kwartier pas verbroken door Robin de Roy. Die de 4-2 aantekent. En dan heeft het echt een hele lange tijd 4-1 gestaan. En dan lijken de spelers wat meer wakker te zijn geworden. Want een minuut later is het hier ook de volgende goal van Dos. 4-3. Maar de doelpunten zijn schaars. Hier dan toch wel weer een doelpunt van Nicky van Tricht. Van de generatie van Stefan is maar er wel gewoon nog een jaartje aan vastplakt. Nou, hier nog een mooi doelpunt van Dos. De 5-4. En kijk eens aan. Daar is hij weer hoor. 6-4, de derde alweer van Stefan Hoogvorst. Ja, zo wil je natuurlijk je laatste wedstrijd spelen. Belangrijk zijn voor je ploeg. De helft van de doelpuntenproductie in de eerste helft komt op zijn naam. En ja, als je nog zoveel kan,
waarom zou je dan stoppen, zou u denken. Nog een heerlijk afstandsschot van Matthijs de Roy. Ongelooflijk ver, met veel kracht schiet hij die bal binnen en dan is het 6-5. En dat is dan ook de stand waarmee we gaan rusten. In de rust nog eventjes een handshake met zijn maatje Jordi van Zuidam. Die helaas niet mee kon doen in Stefan's afscheidswedstrijd. Omdat hij ontbrak wegens zijn blessure. Maar hij is er natuurlijk bij om dit te zien, om dit te aanschouwen. Om te kijken hoe zijn vriend afscheid neemt in zijn 312e wedstrijd. Laten we het nog maar even een keer benoemen. En dan gaan we eens kijken wat de tweede helft ons gaat brengen. In ieder geval maar weer eens een doelpunt van Matthijs de Roy, waardoor Dos op gelijke hoogte komt. Maar dan is daar altijd Stefan Hogevorst. Let maar eens op. Even de actie naar rechts. Toch maar het linkerbeentje zoeken. Waar hij ze het liefst heeft. En hoppakee. Binnen. De hoge show werd beloofd. En de hoge show, dat kreeg het Avanti publiek. Heerlijk schot. En dan is het alweer zijn vierde goal van de dag. En dan komt hij weer hoor. Oh, 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 ja hoor. Ja, dit is toch prachtig. Als je dit in je laatste wedstrijd nog even kan laten zien. Vijfde doelpunt van Stefan Hogevorst. Alweer een heerlijk fadeawaytje waarmee hij zijn tegenstander fopt. Ja, kijk eens. Ja, tekenend. Tekenend voor Stefan. Dat soort dingen gebeuren tijdens de hoge show. Voor elke bal strijden, voor elke bal gaan. En dit is ongelooflijk, zo'n speler. Daar mogen we als club erg trots op zijn dat we die zo lang in de gelederen hebben gehad. Yeah!
je mis? Ik ben echt super trots dat, dat ik zo lang in Avanti 1 heb mogen spelen. Dat, dat iedereen hier gekomen is om onze laatste wedstrijd en mijn laatste wedstrijd van mijn korfbalcarrière om daarbij te zijn. Nou, daar ben ik wel trots op dat daar zoveel mensen op afkomen. Ja. Je hebt, neem ik aan, al vaak om je heen gekeken, maar zullen we het nog één keertje doen? Ja, even kijken wat je allemaal ziet. Ja. De mensen. Ja, het is niet normaal. BBD. Steve, welkom bij Avanti Cycling. Ja, superleuk. Ja, weet je, je ziet van de week met trainen al zo'n groot spandoek hangen. Dan denk je, wat zal het zijn, wat zal er staan? En dan komen die gasten van Avanti Cycling nog even met een eigen spandoek. Ja, superleuk, joh. Ik denk dat ik echt super trots mag zijn op wat ik al die jaren bij Avanti heb gedaan. En dat ben ik ook. Ik spreek het niet altijd uit. Ik ben een beetje nederig misschien, maar ja, ik ben nu toch wel heel trots op dat ik zo heb af mogen sluiten en dat er zoveel wordt gedaan voor mij. Ja. Ik zag de tranen. Ik moet zeggen dat hij bij vele mensen niet wegbleven. Ja. Hoe voel je je nu? Nee, ja, het is natuurlijk altijd een moment van een soort van afscheid. Dus dat is wel, bij afscheid komen ook tranen kijken. Hey, wij zijn in ieder geval heel erg trots op onze Steve. Ja. We zijn heel blij met jou. Ja. Dankbaar voor wat jij allemaal hebt mogen doen en wat je hebt bereikt met ons. Ja. En je hoeft niet zo nederig te zijn. Nee, bedankt voor de mooie woorden. Steve. Ja. Andere Steve. Andere Steve, ja. Je was een beetje emotioneel, hè? Ik was wel een beetje emotioneel, ja, dat klopt. Mag ook wel, vind ik. Ja. Ja, nou ja, ik had van tevoren al bedacht, we gaan niet lopen huilen. Maar ja, als het al eenmaal gebeurt en ik zie hem zo, dan doet me dat wel wat. Schat ik ook, hoor. Ja. Nee, ja, kijk, hij is al boos voor als ik het zeg, maar het is gewoon, meneer Avanti. Het is denk ik, staat voorop in de strijd en het is denk ik wat wij als club willen uitdragen, is Stefan Hoogvorst. En ja, als zo iemand stopt, dan doet je dat wat. En ik kon het niet onderdrukken. Ik heb mijn uiterste best gedaan, maar het is me niet gelukt om het te onderdrukken. Nee, helaas. Hallo meid. Hallo. Hoe is het met je? Ja, goed. Ik ben weer een beetje geland. Zo, hoe vond je het? Ja, mooi. Echt heel mooi. Ja, was gaaf, hè? Ja, was zo. Iedereen die daar gewerkt heeft en kippenvel. Ja, kippenvel in je nek. Ja. Maar vertel, je zegt net de hele week al, hoe is jouw week verlopen en hoe is de week van Steve verlopen? Ja, rustig, denk ik. Ja, hij kwam thuis dinsdag en dan hing dat spandoek er al. Wel opgerold, maar helemaal niks. Vroeg nog hoe de training was, ook niks. Hij is eigenlijk heel stil geweest de hele week. En vanochtend kwam hij aan en dat spandoek daar bij de ingang hing er al. En hij wilde er niet onder, want hij had het zogenaamd niet gezien. Dus hij wilde het nog niet onder ogen komen de hele week, dus het was rustig. Ja. Ja. En nu heb je hem al gesproken? Ja, trots. Ja. Ja. Hallo. Ik hoor je zeggen, daar kijkt u nog wel even op terug. Het gaat over Stefan, denk ik aan. Ja, inderdaad. Hoe vond je het? Ja, ik vond het wel heel spectaculair. Ik vond echt dat Avanti echt vrijwilligers echt wel een hoop werk van gemaakt hadden. Ja, echt gaaf. Goed om te horen. Ben je, zelfs een beetje emotioneel. Toch wel? Ja, zeker. Ik denk jij en heel veel anderen, hoor. Maar ja, zo heb je het wel ervaren. Ja, zeker. Vond het heel leuk. Je bent niet alleen bij deze wedstrijd geweest. Jij komt best wel vaak kijken volgens mij bij Steve. Ja, ik ben natuurlijk net een halfjaartje gestopt met mijn eigen onderneming. En ik heb te vaak geen tijd gehad. En dat is een slecht excuus, maar het is wel zo. Ik had zelf eigenlijk vandaag een mountainbike tocht willen rijden van 200 kilometer. Die heb ik me eigenlijk in januari al voor opgegeven. Maar die heb ik vorige week verzet, of eigenlijk niet afgezegd. Omdat ik hier graag bij wilde zijn. En ik ben blij dat ik daarvoor gekozen heb. Want ja, weet je, dit zijn dingen die wil je gewoon niet missen van je zoon. Vertel, hoe was vandaag?
Ja, wij zeiden voor de wedstrijd dat wij zenuwachtiger waren voor Steve dan dat Steve zelf zenuwachtig was. Dus dat was wel grappig. Hij zei, het is nergens voor nodig. Nergens voor nodig. Je moet gewoon lekker genieten. Toen zei ik, ja, maar we willen zo graag dat jij ook gaat genieten. Hij verdient gewoon het beste afscheid. En dan, je wil ook gewoon winnen. En ja, alles moet. En ook gewoon dat hij zo'n die eerste bal scoort, dat gun je me allemaal. Maar dat moet gewoon wel allemaal dan, niet allemaal zo gaan. Ja, want iedereen weet wel dat hij het beste afscheid verdient. Maar waarom dan, volgens jullie? Ja, dat moeten we natuurlijk niet helemaal verklappen, maar... hij is gewoon Mr. Avanti. Gewoon... Alle kinderen, ik denk dat alle kinderen van Avanti, Steve is gewoon een soort van de held. Ja. Iedereen kijkt naar hem op. En dat één team, één taakgevoel, dat brengt hij echt zo gigantisch over in heel team. Ja. Dat is denk ik echt het allermooiste wat hij kan doen, ja. Want zo hebben jullie Steve wel ervaren ook in het team. Ja, ik krijg er gewoon weer bij dat schouder. Nee. Joh, iedereen volgens mij al, hè, vandaag. Ja, hij is echt heel belangrijk geweest en sowieso nog straks ook langs de kant. Het is gewoon echt een jongen met een hart van goud en zo puur, dat neemt hij gewoon heel ons team mee. En dat heeft hij al bij mij 5 seizoenen gedaan en dat ga ik echt missen. Ja, ik ga het ook echt heel erg missen. Dus ik zeg al van, als je nog twijfelt, dan mag je al deze cadeaus innen. Je mag dit helemaal, geniet hiervan. Sla een half seizoen veld over. Als je terugkomt, dan krijg je niet nog zo'n afscheid. Maar kom terug, ja, kan. Ja. Ik ben benieuwd, even uitleggen over het spandoek. Ja, wij zien Steven natuurlijk al jaren korfballen in het eerste. En een aantal van ons die hebben natuurlijk ook lang gekorfbald. En daaruit voort is natuurlijk Avanti Cycling ontstaan. En wij dachten dat het wel leuk is om Steven natuurlijk ook in het clubje erbij te krijgen. Hebben jullie al een reactie van hem gehad? Ja. Ik ben hem even kwijt momenteel, maar... Hij vroeg waar hij zich kon aanmelden bij ons. Dus dat is dan een nieuwtje. Hij maakt de overstap, naar ons. Zo, hallo allemaal. Ik kom er even bij. Hoe is het? Ik kom erbij zitten. Oh. Jeetje. Zo, hoe is het? Ja, goed hoor. Zeker. Hoe hebben jullie het gehad vandaag? Ja, goed. Goed. Lekker weertje. Nou, mooie wedstrijd. Hard zitten juichen voor Stefan natuurlijk. Ja, zeker. Jij ook? Uiteraard. Heb je hem al gesproken, Stefan? Stefan! Oh, nee. Nou, ja, kom even. We willen even een fotootje. Ja, nou, hup, ga staan. Loop er even heen. Ik ga er naartoe. Maak even de foto. Jij gaat hem maken. Wil ik hem interviewen? Ja, is goed. Even eerst een fotootje en dan een vraag. Juist. Ja, moet ik gewoon even praten? Ja, probeer maar. Nou, hoe heb je het beleefd vandaag? Ja, bijzonder. Ja, het was echt speciaal. Ja, en ik ben ook blij dat jij er was. Zeker. Ik heb goed gekeken. Ik heb je aanschouwd. Ik heb gejuicht voor je, jongen. Hoeveel goals had ik gemaakt? Oeh, dat vind ik een lastige vraag. Ik denk 3. Je zei net dat je gekeken had. Volgens mij waren het er 5. Maar misschien is er een weg in het midden dat we 4. Laat het op 4 houden. Ik heb niet alles gezien. Het meeste wel, maar niet alles. Nee, je zat er te zuipen zeker. Ja. Klein beetje. Ja. Nee, ga je het missen hier? Nou, ik ben nog niet weg. Hè. Ik ga het spelen zeker wel missen, maar ik blijf nog vaak genoeg hier een biertje aan de bar drinken, denk ik. Ed, jij gaat ook stoppen? Ja, klopt. Al een paar maanden eerder aangegeven dan Steve, volgens mij in de zaal al. Maar na 9 jaar is het op een gegeven moment mooi geweest. Het vol terras, mijn ouders, vriendin zijn erbij. Het is gewoon een hele mooie dag. En, ik heb er heel erg naar uitgekeken naar vandaag. En, Ben je ook een beetje emotioneel, mag ik het zo zeggen? Nou, ja, toen Steve gewisseld werd, toen moest ik moeite hebben om het droog te houden. Dus iedereen. Dat tekent het wel, denk ik. Nou, wellicht heeft u het niet helemaal droog gehouden. Ik in ieder geval niet. Maar deze dag is niet alleen maar het afscheid van Stefan. Er zijn nog veel meer leuke dingen. We hebben namelijk een mooie kampioenenparade. De Avanti Awards. We hebben een lekkere barbecue. En u ziet het misschien hier al een beetje. We gaan een lekker feestje bouwen hier zo met elkaar. En dat ziet u allemaal in de volgende aflevering. Met nummer 19, Stefan Hogeveen. Met
is natuurlijk fantastisch om in zo'n ambiance te spelen. En... We moeten nog even met de coach overleggen of we toch niet wat anders kunnen gaan doen, bowlen ofzo. Dat is denk ik de man die uitstraalt wat wij als vereniging zijn al jaren. Ik durf het eigenlijk niet te vertellen, maar ik heb toch besloten om te stoppen na dit jaar.